Deze weekly recap is misschien wel de chaotische recap tot nu toe. De afgelopen dagen, of nou ja, de afgelopen paar weken, zat ik gewoon niet zo lekker in mijn vel. Ik ben op dit moment ook nog niet helemaal topfit, want ik heb een flinke verkoudheid te pakken. Maar ja, die dagen zitten er ook tussen. Dus mocht je benieuwd zijn waar ik de afgelopen tijd mijn tijd aan heb besteed, kijk dan vooral verder. We beginnen bij maandag 19 augustus. Op deze dag stond werk op de planning, maar voordat ik naar werk ging, ging ik me natuurlijk klaarmaken voor de dag. En hing ik even de was op, want ik had in de ochtend ook nog even snel een wasje gedraaid. Natuurlijk moest ik een outfit voor de dag uitkiezen. Ik ging een beetje voor een zakelijke look. En de afgelopen tijd vind ik het zo lastig met kleding, want de temperatuur wisselt ook per dag. De ene keer is het hartstikke warm, de andere dag wat koeler. Dus ik weet soms gewoon ook echt niet wat ik aan moet. Maar ik vind deze outfit best wel cute. Een ontbijtje erin en toen werd het alweer tijd om naar locatie te gaan. Voorheen ging ik bijna altijd te voet naar werk. Want het is ongeveer een wandeling van 20 minuten. Maar tegenwoordig wissel ik het ook af met de fiets. Want ik ben helemaal into fietsen de laatste tijd. Ik heb mijn fiets ook al best wel lang. 2-3 jaar. Maar ik pak het niet zo snel, want ik vind wandelen ook al heel erg prettig. Maar ik dacht, voor de afwisseling pak ik deze fiets. Ik was tot ongeveer beginmiddag op locatie en toen ging ik naar huis. En thuis ging ik vervolgens nog een aantal uurtjes doorwerken. In de namiddag, begin avond, kwam onze picknickbestelling binnen. Dus ik had alle boodschappen weggezet en ook verschillende voorraadpotten bijgevuld. Ik vind het altijd zo satisfying eruit zien wanneer alles zijn plekje heeft. En toen werd het alweer tijd voor avondeten en wij hadden taco's gemaakt. Dan gaan we door naar de dinsdag. Ik had me klaargemaakt voor de dag. En sinds een lange tijd had ik weer eens mijn Apple Watch om. Ik was helemaal van het bestaan al vergeten. Dus ik dacht, weet je, laat ik hem weer eens omdoen. Mij nou natuurlijk even wakker gemaakt. En toen werd het alweer tijd om naar werk te gaan. Voor de rest had ik niet echt iets zoveel bijzonders gedaan. In de avond hadden we zalm met broccoli en rijst. En voordat ik het wist, was het alweer de volgende dag. Op woensdag had ik een halve werkdag op de planning staan, als ik me niet vergis. Ja, ik ging voor een halve dag werken. En na werk had ik afgesproken met een vriendinnetje. In de namiddag was dit. We gingen nog even de stad in, want ik wilde naar de Uniqlo. Want ik had een aantal basics en ondergoed op het oog. En in de avond gingen we uit eten bij een sushi restaurant. Donderdag heb ik niks vastgelegd, want toen begon ik een beetje ziekig te worden. Ik werkte thuis, maar ik had knallende hoofdpijn. Ik had gemerkt dat ik gewoon geen behoefte had om de dag vast te leggen. Hetzelfde gold voor de vrijdag. Ik werkte die dag ook thuis. Ik voelde me ietsjes beter. Maar ik was nog niet helemaal topfit. Knallende hoofdpijn. De buren waren ook de hele dag door aan het klussen. Dus ik had niet zo mijn 2 dagen. Vandaar dat ik het rustig aandeed. En in de avond had ik behoefte aan comfortfood. Dus we hadden pizza besteld. Zaterdag voelde ik me gelukkig al een stukje beter. Dus ik begon de ochtend met een workout wat enorm fijn was. Even wat boodschapjes gedaan, Milo uitgelaten en toen hadden we ontbijt gemaakt. We maakten een English muffin met ei. Later op de ochtend had ik een behandeling staan bij de Japanese Head Spa. Ik had dit cadeau gekregen voor mijn verjaardag van werk. En ik heb daar niet echt heel veel gefilmd, want ik was helemaal in het moment. Maar ik vond het heel erg interessant, want ze gingen namelijk met een microscoopje je hoofdhuid bekijken. Dus voor de behandeling gingen we mijn hoofdhuidonderzoek als in van wat de staat was. En op basis daarvan gingen ze producten gebruiken. En na de behandeling gingen we nog een keertje kijken en dan zagen we echt het verschil. En het vond ik gewoon heel erg interessant. En het was ook heel erg relaxend. Na de behandeling had ik ook nog even een visje gehaald. En voor de rest heb ik op de zaterdag niet echt heel veel uitgevoerd. Dan gaan we door naar de zondag. Zondag begon ik de ochtend weer met een gym sessie. En daarna zijn we gelijk met Milo bezig wandelen. En hebben we hem helemaal uitlopen putten op een veldje of in een voetbalkooi. Hij vond het helemaal geweldig om lekker vrij los te spelen. Eenmaal thuis werd het tijd voor een ontbijtje, weer een English muffin. En in de middag gingen Rits en ik samen op pad met de fiets. Want we gingen even een broodje halen bij een tentje in Amsterdam-Oost.
En voor de rest had ik op de zondag ook niet heel veel uitgevoerd. Ik merkte dat ik nog niet helemaal me goed voelde. Ik had al heel wat uitgevoerd voor mijn doen, maar mijn lichaam had gewoon behoefte aan rust. Dus ik heb de rest van de zondag lekker gerelaxed. Al heb ik wel iets gemaakt, want ik zag namelijk een recept voor matcha chia pudding. En ik had het in huis, dus dacht, weet je, laat ik het uitproberen. Dus ik had matcha chia pudding klaargemaakt voor de volgende dag. En na het klaarmaken voor de dag ging ik gelijk mijn chia pudding proberen. Ik moest eventjes aan de smaak wennen, de smaak en structuur. Want ik ben over het algemeen niet per se een chia pudding liefhebber. Tijdens de eerste paar happen kon ik even niet plaatsen wat ik ervan moest vinden. Maar uiteindelijk was het wel naar wens. Na het ontbijt werd het tijd om naar werk te gaan. En zoals bijna iedere werkdag werkte ik van 9 tot 5. Eenmaal thuis werd het weer tijd voor avondeten. En we hadden echt ons favoriet weer klaargemaakt. Namelijk gehaktballen met rijst. Ik merk dat we de afgelopen weken best wel vaak hetzelfde eten. Niet omdat we inspiratieloos zijn. Oké, misschien een klein beetje. Maar dit zijn ook wel echt gerechten waar we heel erg blij van worden. En ik vind eten ook wel een momentje waar je naar uit moet kijken. Dus vaak hebben we momenten dat we heel vaak hetzelfde eten, omdat we er ook zin in hebben. En soms wisselen we ook af. Maar ik merk wel dat we wel onze standaard gerechten hebben. Dinsdag stond er weer een werkdag op de planning. Maar ik koos ervoor om dinsdag een halve dag op locatie te werken. Dus dat heb ik ook gedaan. En voor lunch gingen Liz en ik samen even buiten de deur lunchen. Want het was lekker weer. En we wilden gewoon even lekker buiten zitten. En na de lunch ging ik thuis weer verder werken. Oh ja, toen ik thuis kwam was er ook een pakketje binnengekomen. Ik had namelijk een PR-pakketje ontvangen met allemaal leuke producten. Dus dat had ik ook eventjes uitgepakt. En dan gaan we alweer door naar de woensdag. Woensdag had ik weer chia pudding. Ik had het weer de avond van tevoren klaargemaakt. En dit keer was het een klein beetje mislukt. Ik had andere soort matcha poeder gebruikt. Ik merk dat dat wel echt een belangrijke factor is. De soort matcha poeder die je gebruikt. Maar het smaakte nog steeds heel erg goed. En dit keer had ik ook nog aardbeien erbij gedaan. En omdat ik eigenlijk niet heel veel op de woensdag heb uitgevoerd naast werk, gaan we gewoon door naar donderdag. En donderdag had ik een thuiswerkdag en het valt mij op dat ik zowel deze donderdag als de donderdag ervoor mij niet echt lekker voelde. Dus ik werkte wel gewoon lekker chill vanuit huis, maar mijn lichaam begaf het een beetje. Al moet ik zeggen dat ik in de namiddag en avond me wel een stuk beter voelde. Waar ik overigens heel blij om was, want ik had namelijk een etentje op de planning staan met een vriendin. Dus ik ben blij dat ik daar wel wat energie voor had opgespaard. Maar voordat ik uit eten ging, ging ik nog eventjes langs de Primark. Want ik dacht, ik ben toch in de buurt. En daar heb ik een aantal dingetjes kunnen scoren. En we waren trouwens naar een Japans restaurant geweest. En het eten was zo lekker. En we hadden ook nog matcha tiramisu. Echt een van de lekkerste toetjes die ik ooit in mijn leven heb gegeten. En toen was het alweer vrijdag. Gisteren voordat ik uit eten ging, ging ik dus even naar de Primark. En mijn doel was om een aantal basics te halen. Want voorheen heb ik daar regelmatig hele fijne pyjama's gekocht. En gewoon basic t-shirtjes die ik echt al jaren heb. Alleen die waren toen aan vervanging. En het is natuurlijk seizoenskleding. En het verandert dan per seizoen wat ze allemaal hebben. Maar het viel tegen, moet ik zeggen. Ik heb wel een aantal dingetjes gekocht. Waar ik ook wel blij mee ben. Maar ik had er meer van verwacht. Dus de kans is groot dat de Primark voor mij niet meer echt voor herhaling vatbaar is. Ik kwam er voorheen heel vaak. En ik slaagde dan ook wel. Maar toen was ik ook meer een shopaholic. Maar dan werd ik heel snel beïnvloed door alles wat ik er leuk uit vond zien. En nu ben ik echt nog kritischer dan dat ik eerst was. Dus ik denk wel dubbel zo goed. Nou ja, voordat ik een aankoop doe. Dus ik weet ook niet of ik in de toekomst nog vaak bij de Primark kom. Misschien eens in zoveel tijd. Maar ik ga even mijn nieuwste aankoopjes delen.
vrijdag werkte ik trouwens ook gewoon vanuit huis. En in de avond hadden we een etentje met werk. En dat was alweer mijn week. Of nou ja, dat waren mijn 2 weken. Er is een kans dat ik de aankomende weekly recaps anders ga aanpakken. Wellicht dat ik alle weken ga samenvoegen. En dat ik er een monthly recap van ga maken. En het ligt een beetje eraan hoe de aankomende periode gaat lopen. Voor nu wil ik je bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer.